Mijn naam is Jeroen Geeltaar en ik ben senior conservator oude schilderkunst in het museum en ik werk hier al heel erg lang. Als je naar het schilderij kijkt, kijk je langs je heen. Daar kijk je niet aan, maar langs je heen. Hele grote, nadenkende, starende ogen die in de verte kijken. En die blik die is zo treffend. Het is ontzettend mooi geschilderd. En ja, zo'n mooie... Een ander schilderij zijn er maar heel weinig eigenlijk. En dat is anders dan bij de gemiddelde portretten bijvoorbeeld die schilderen. Die zijn dan goed. En we hebben hier in de zaal een portret hangen van Alotte Adriaans uit 1639. Nou, keurig portret, hele belangrijke Amsterdamse dame. Goed geschilderd, maar ja, dat is het dan ook. Dan heb je een goed portret, maar dit is heel wat anders. Het is misschien wel een portret, maar het heeft zoiets poëtisch eigenlijk gekregen. Wat een prachtig moment was. Op een gegeven moment hebben we besloten om ook schilderijen te gaan restaureren. En toen bleek dat er in de vernis was een soort kleurstofje toegevoegd door de restaurator in de 19e eeuw of zo. We gingen die vernis eraf halen. Ja, toen kwam natuurlijk de hele krachtige Rembrandtieke kleuren, dat wit en rood en dat groen kwam allemaal tevoorschijn. Ja, dat was dus veel krachtiger dan we eigenlijk daarvoor hadden gedacht. Rembrandt die ging failliet in 1656. Dat is een inventaris opgemaakt van alles wat er in zijn huis hing. En daar worden ook in beschreven drie schilderijen die Titus dus zelf gemaakt geschilderd zou hebben. Bij die groep schilderijen hoorde ook dit schilderij wat bij ons in depot was. En dat stond ooit op naam van Vermeer of van Fabricius. Zo'n soort toeschrijvingen had het. Maar toen zei Bruin, nou dat lijkt wel erg op die ene hand, dus dit zou wel die latere leerling kunnen zijn. En misschien is het dan wel Titus die dit schilderij heeft gemaakt. Ja, ik ken het schilderij natuurlijk al heel lang, maar vooral van de reproducties die ervan gemaakt zijn. De grote reproducties werden er toen verspreid en die hingen bijna in alle kinderkamers, tenminste ook in de mijne. En ja, het was altijd zo'n vertrouwd mannetje was het altijd om je heen. En het is door die gezichtsuitdrukking werd je als kind natuurlijk al getroffen.